Hello, welcome Limburg, welcome to the city of London, especially to the Olympics 2012. There are amazing things waiting for you in the city. Goedenavond dames en heren, welkom bij Limburg in Londen. Laatste keer, zo dadelijk gaan we terugblikken. Maar eerst ga ik u even leiden langs het Olympisch Park. Kleine marketten, dan ziet u hoe groot het is. En dit, Riverbank Arena, is de plek waar Maartje Palme straks de Olympische finale gaat spelen. Dat zo dadelijk. Eerst de man die dit allemaal mogelijk maakt. Zodat u straks Maartje thuis op de bank gewoon kunt zien. Maar alle kabels, door de lucht, alle verbindingen gaan namelijk via British Telecom. Een Limburger, een jongen geboren in Sittard, heeft daar die klus aangenomen. Zegt, jongens, we moeten dit doen. Jolien Linsen zocht hem op. En Van Wolven gaat bij 28,8 en de A35 Enschede Almelo voor Borne-Westa bij 52,6. Een Piaggio-pick. Zelfs de file-informatie komt uit Londen deze dagen. Want Radio 538 heeft een dagelijkse radioshow uit Engeland. Maar Jeroen Nieuwenhuizen is alleen te horen in Nederland bij de gratie van Roel Louwhoff, topman van British Telecom, het bedrijf dat alle verbindingen en communicatie verzorgt rond de Olympische Spelen. Afkomstig uit het stadje van lol en plezier. En deze dagen heeft hij 4 miljard mensen als klant. Ja, als er iets mis mocht gaan, dan heb ik een hele lange vakantie waarschijnlijk. Ja, dat is zo. En let op, dit is een grote Venlonaar in de traditie van Jeus Sprengers. Want op zijn kantoor zien we hem poseren met Tony Blair, met Bill Clinton. En hier is Roel Louwhoff met George Bush. Als lid van de Raad van Bestuur van British Telecom werd hij 4 jaar geleden gevraagd om deze gigantische klus op zich te nemen. Het is niet erg logisch vanuit een Britse gedachte om een niet-Brit dit te laten doen. Je kunt zeggen, nou, ik ben in mijn dagelijkse activiteiten toch verantwoordelijk voor infrastructuur. Dus in die zin is het misschien wel handig. Maar er waren inderdaad een aantal mensen die gezegd hebben van, nou, als je mij vraagt, dan wordt het antwoord toch nee. En mij lijkt het gewoon een waanzinnig uitdagend project. De Britten zijn ondertussen blij verrast dat de Spelen zo goed verlopen. Het sarcasme en cynisme dat Londen kenmerkt maakt nu plaats voor trots over de goede organisatie en de perfecte verbindingen. And yeah, we're just amazed at how there's just really great facilities, isn't there? Ik slaap erg goed 's nachts. En de reden daarvoor is, denk ik, wij zijn redelijk op tijd begonnen. En met redelijk op tijd moet je je voorstellen, 4 jaar geleden echt al heel zwaar programmamanagement erop gezet. Hier komt de Skytrain. De rest volgt en niets anders dan dat. Maar ondanks die 4 jaar voorbereiding werd British Telecom verrast tijdens de eerste dagen van deze Spelen. Want bij de wielerwedstrijden vielen de satellietverbindingen van de motoren weg, doordat mensen langs het parcours massaal twitterden en foto's verstuurden via hun mobiele telefoon. Met als gevolg dat niet duidelijk was hoe groot de voorsprong was en hoe ver de koplopers nog moesten rijden. Oh, daar gaat hij! Oh, hoe dan had hij gezien? Hoe laat je je zo verrassen? Een nachtmerrie voor Louwhoff, maar die eerste problemen zijn ondertussen verholpen. Ik weet zeker dat het ook verder voorspoedig zal gaan, dus ik mag het wel een succes noemen. I think it's shown that we can put a major event on and do ourselves proud. The organisation there is absolutely immaculate. En die complimenten mag Louwhoff in zijn zak steken. Met deze pas mag hij alle wedstrijden bezoeken en daarbij heeft hij een speciale interesse voor het handbal. Want daar begon zijn sportieve carrière. Ik heb zelf gehandbald. Ik heb gehandbald bij L'Oréal in Venlo. En ik probeer altijd wel een beetje op de hoogte nog te blijven wat daar gebeurt. En dat doe ik via mijn familie, via mijn broer die er nog af en toe wat van hoort. Ik heb een aantal goede vrienden nog wonen in Limburg. De finale van Maartje Paumen vanavond bezoekt hij ook. Het hoort bij de privileges van zijn functie. Want Louwhoff zag ook het koningsnummer. Bijvoorbeeld de 100 meter sprint, Usain Bolt. Ik ga ook proberen bij de hockeyfinale nog even te kijken. En net als Paumen beleeft ook Louwhoff deze dagen zijn professionele hoogtepunt. Wat wij gemiddeld hebben gemeten is ongeveer 60 gigabyte per seconde. Wat door het netwerk heen gaat, het Olympisch netwerk. Dat is een record. En dat is in 1 dag meer dan de hele Olympische Spelen in Beijing. Maar Louwhoff kan zijn nieuwe status na deze megaklus nog goed relativeren. Laat het heel duidelijk zijn, dat zijn ook hetzelfde, het zijn van die piekmomenten, het zijn Olympische Spelen. 3 dagen na de Olympische Spelen is dat allemaal weer vergeten. Ik denk dat het wel belangrijk is dat wij als BT de erkenning krijgen dat we dit soort activiteiten aankunnen. Dat we het gerealiseerd hebben, dat we het succesvol gedaan hebben ook. En als die erkenning maar blijft, dan vind ik het wel verder wel prima. Precies voor Berghout in Westerhof. Wat ja, zie je lachen, ja. Prachtig. Lobke Berghout en nu de high five met Lisa Westerhof. Ongelooflijk. De zeilsters Lisa Westerhof en Lobke Berghout hebben brons veiliggesteld. De Nederlanders gingen als nummer 3 de medal race in. Ze hadden dus geen kans meer op goud en zilver, dus is brons een heel mooi resultaat. Nieuw-Zeeland wint goud, Groot-Brittannië wint zilver. Wat hebben ze het verdiend? Ja, super mooi. Nederland heeft een opvolger. De Amerikaanse waterpolo-vrouwen zijn Olympisch kampioen geworden. Ze volgen daarmee Nederland op, dat 4 jaar geleden de titel pakte in Peking. Oranje had zich deze keer niet gekwalificeerd. VS won met 8-5 van Spanje het eerste goud ooit. Voor de voetbalsters van de Verenigde Staten was het vanmiddag niet voor het eerst dat ze goud wonnen. Voor de 3e keer op rij alweer winnen de Amerikaanse voetbalsters Olympisch goud. Vanmiddag werd Japan met 2-1 verslagen. Palme rechtstreeks, ja! Ja, 2-2, Maartje Paumen. En natuurlijk zijn alle ogen gericht op vanavond. Maartje Paumen gaat met de Nederlandse hockeyvrouwen voor goud. De Olympische finale tegen de regerend wereldkampioen Argentinië is een allesbehalve saai affiche. Om 9 uur Nederlandse tijd gaat Maartje voor haar 2e gouden plak. Dit keer als aanvoerder van Oranje. Russell! Ja, dat was het Olympisch nieuws. We gaan naar Arnold Vanderlyde, want die is er ook als een van de legendarische Olympiërs hier in Londen. We boksen, we kennen hem natuurlijk van 3 Olympische Spelen, 3 keer een medaille. Daar heeft hij nog steeds een hele mooie reputatie aan overgehouden en daar leeft hij nog steeds van. 20 jaar na het beëindigen van zijn bokscarrière deelt Arnold Vanderlyde nog steeds handtekeningen uit. Het is wel de mooiste handtekening dit hoor. Kunstwerk hè. Wat dat betreft is er niet veel veranderd sinds 1984. Gaandeweg dit toernooi is Vanderlyde populair geworden. Met name bij het vrouwelijke gedeelte van het publiek. Moet veel handtekeningen uitdelen. En ook hier in Londen weten ze hem te vinden. We hebben de Olympische Spelen in 92 gehouden. En dan kijk je... Na al die jaren wordt hij nog steeds erkend als de bekendste amateurbokser van Nederland. Arnold Vanderlyde. Arnold Vanderlyde. Arnold Vanderlyde? Vanderlyde. Nou ja, door bijna iedereen dan. Die donkere jongen met dat Limburgse accent. Dan moet je aan hem vragen, hij weet het. Vanderlyde? Vanderlyde is de laatste jaren actief in het damesboksen. De vrouwen mogen in Londen voor het eerst de Olympische bokshandschoenen aan. Vanderlyde zag zijn pupil Noeska Fontijn op het laatste moment Olympische kwalificatie mislopen, maar blijft geloven in een mooie toekomst voor Nederlandse vrouwenboksers. Ik doe wat in damesboksen. We hebben een paar talentvolle boksers. Een meisje, Alicia Holskens, ik denk dat dat wel een groot talent is. Die misschien hopelijk over 4 jaar op de Spelen zal kunnen acteren. Hey, halen! Kom op! Je doet het! Yes! Je hebt het gehad! De oud-bokser geeft tegenwoordig presentaties en motivatietrainingen en is nog steeds populair bij de fans. Wordt die echt top, joh! Ik denk vooral om jou een keer de hand te kunnen schudden. Hartstikke leuk, dankjewel. Laag inkomen met het hoofd van Willy De Wit. Op 10 seconden. De Olympische carrière van Vanderlyde begon tijdens de Spelen van 1984 in Los Angeles. In de halve finale stond hij in de ring tegenover de Canadees Willy De Wit. Het einde van het gevecht. Hij zou zijn eerste van in totaal 3 bronzen medailles opleveren. Mijn bokscarrière is eigenlijk de basis geweest voor wie ik ben geworden. We werken met vertrouwen, integer blijven ten opzichte van jezelf en ten opzichte van je tegenstander ook. Met passie, met overtuiging dingen doen, ja, dat zijn wel belangrijke waarden die ik heb verankerd vanuit mijn sportcarrière. Daar kunnen de Oranje supporters in Londen hun voordeel mee doen tijdens een boksclinic. Snelheid van meestoot. Zo. Nou, eigenlijk de reden dat ik meedeed, want ik vond het hartstikke eng, is dat ik hem in 1984 in L.A. heb zien boksen tegen Willy De Wit. Ik vind het wel een held, ja. Ik vind het wel een held. Ja, je kunt ongeveer bedenken wat er in die jongen om moet gaan, Arnold Vanderlyde. Boksen tegen de wereldkampioen. Hij blijft staan, 3 ronden lang. Op zich een goede prestatie tegen een knock-out specialist als de wereldkampioen Willy De Wit. Daar komt die beslissing. 3-2. Het is Willy De Wit. Maar zeer net 3-2 overwinning. En het duurde lang. Men heeft ongetwijfeld lang moeten beraadslagen wie de winnaar was. Oeh, die had hij niet gedaan. Oeh. Zijn kinderen zijn ook meegekomen naar Londen. Alicia en Sebastiaan, die hebben zeker de spierballen om in de voetsporen van hun vader te treden. Komt-ie, jongens. Maar ze kiezen voorlopig nog voor voetballen en turnen. En voor vader Vanderlyde is dat geen enkel probleem. Ik vind het belangrijk dat ze aan sport doen. En op welk niveau, dat maakt niet uit. En als ze maar plezier hebben, want plezier is het meest belangrijk. Jongens! Ja, hier! Ja. Sebastiaan Vanderlyde! En zo komen we langzaam aan het einde van deze serie programma's van Limburg in Londen. We hebben er zelf een hele hoop plezier aan gehad, we hopen u ook. En we kijken daarom graag nog even terug op de laatste 2,5-3 weken. En de stempel die Limburg een beetje in ieder geval zette op de Engelse hoofdstad. Tonight on the show you're going to... Yeah, it's not Linden. What is it? Limburg. 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 Go away. Yeah, they're making me nervous. And who the fuck are you? Get out of it. Oh. Flap ik al van in. Oh, moet hij af, hè. Aan de andere kant super gaaf om het samen mee te maken. Ik hoor het geer. Come on, Duitsland! Geweldig. Nou, zo word je dus herkend. We gaan naar... Daar weet ik niet meer waar we naartoe gaan. Dit is hilarious. Het wereldje eromheen vind ik moeilijker dan op zich het dansen zelf. Richard Limburg. L-I-M-B-U-R-G. God bless you all. Ik ben nou zo niet op de hoogte van de Limburgse sport. Wat slecht, zeg. Ik wist het. I'm ram op de nerven. I'm so nervous for the language. Hey, vertel mij dan even. Nou, maar dat is dus een beetje warm weer en hoog, maar dat is logisch. Ik ben een echte Limburgse platte jongen. Komt er ook een beeld? Als ich bei Herren komme, weil ich will nämlich einen Witz verzahlen, wa? Drijfgever. Hypermodern. Kom eraan. Mijn knuipjes is los. Je moet maar zeggen, kut has. Je moet beginnen. Laat maar komen. Two German polar bears are going to... I come from Anne from Oliari, met Geert Wilders. I was wondering why clowns on a ship. 2 German polar bears are going. Moet er in één keer erop? En start u maar. Ik was al begonnen. 2 German polar bears are hot on the North Pole. Is toch lastig in het Engels? Maar, een romp. And they are going to holiday in England. Kom maar rustig, kalm blijven. I do my very best. So, this dyslexic guy walks into a bra. Hij is gevallen. Oh, jongens. Thousands of people. Die lippen die gewoon nog niet helemaal weten. I do the bought tickets. One for a child and one for a child. One for an adult and one for a child. One for a child and one for a child. Dat vult niet met, Herman. Ja, denk ik ook. Was het uitlachen? I said, then try to talk to him. Then try to talk to him. Then try to talk to him. Kunnen we daar weer mee doen, joh? Mijn vader en mijn moeder wilden ook nog even de groeten doen en tientje snakken uit de slagzaal. Ik ga nou een lied vertellen, ik ga nu beginnen. Er was een man en een vrouw en die waren onderweg naar hoe heet dat nog eens waar die dingen zijn van die op een spelen. And friends, thanks for watching. I hope you have enjoyed the show. God bless you. Thank you.